gaan het hebben over hele bijzondere foto's. Want Fleur Wiersma, Utrechtse fotograaf. Nou, ik zal u eerst even feliciteren met de fotopraat. Genomineerd voor de Zilveren Camera. Ja. Dat is best wel een behoorlijke prijs, ja, toch? Categorie nieuwsregio. Ja. Wauw, jeetje. Want ja, inderdaad, lang leven de SRV-man heet de fotoreportage. En de SRV-man hebben we hier ook aan tafel. Ja. Erik, een fotoreportage over jou. Ja, dat is geen dagelijks kost, maar ontzettend leuk om eens mee te maken. Ja. Want hoe was het? Want Fleur heeft je echt een paar maanden gevolgd. Ja, ze is 8 keer. Ik was zelf de tel kwijtgeraakt, maar ze heeft erbij gehouden. 8 keer mee geweest. En niet een kwartiertje, maar echt wel uren soms. Dat, uren. Ja, uren. Ja. Waarom een SRV-man? Ja, het deed mij denken aan vroeger. Toen ik op vakantie ging, vroeger bij mijn oma als klein kind, dan mocht ik altijd naar de SRV-man en dan mocht ik wat lekkers uitzoeken. En later dacht ik van, goh, bestaat dat nog? En wat onderzoek naar gedaan. En het bestond dus nog, sterker nog, in Utrecht. En dat vond ik heel grappig. Ja, want het groene kan, kom je. Ja. Laten we sowieso even naar de foto's kijken. Want dat is wel even leuk dat we een beetje een idee krijgen. Want inderdaad, 8 keer ben je dus meegegaan. Wat zien we in beeld? Een boodschappenbriefje. Want Erik krijgt af en toe ook gewoon een briefje mee. Hè, van mensen die niet meer de wagen in kunnen. En met dat briefje. En jij kan feilloos al die handschriften en wat de mensen... verouderde spellingen, her en der. Ja. Zo'n Shem, S-C-H-M, zie ik hier. Ja. Ja. Gert, kan jij dat nog herinneren? Zo'n winkelwagen. We hadden het er net over, dat die slogan van... leven de man van de SRV, van je hiep, 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 hoeree. Ja. Dat was helemaal bij ons een begrip. En ik kan me nog wel herinneren. Ik vond dat eigenlijk wel leuk. Ik heb zelfs, want ik kom zelf uit Harmelen en daar reed hij ook nog tot voor kort rond. Die geur van zo'n wagentje kan ik me alleen al herinneren. Het heeft iets heel nostalgisch bijna. Ja. Want er zijn natuurlijk heel veel diensten nu bijgekomen. Je kan online je boodschapjes doen. Wat maakt dit nou anders, nog dit beroep? Het persoonlijke contact, denk ik, met de mensen. En dat wordt ook door de mensen gewaardeerd. Het persoonlijke contact, ja, tuurlijk kan je via een computer... maar dat is ook niet altijd alles via de computer. Dus, en de categorie mensen die ik heb, die zijn vaak wat ouder. En die zijn ook niet zo heel erg thuis op de computer. Dus die vinden het fantastisch om gewoon even langs te komen. Of desnoods bellen ze me op en zo. Ja, want die ouderen hebben we ook in beeld gebracht. We zien hem hier nu ook onder. Ja. Want dat is denk ik ook voor jou wel het mooiste om in beeld te brengen. Hè? Juist de bezoekers van zo'n beeld. Ja, zeker. Zo'n interactie, dat is echt hartstikke leuk om te zien. En dit, dat vind ik best uniek, dat er zoveel mensen in die wagen staan. En heel grappig genoeg stonden ze zo mooi in een rijtje. Ja, mooi. Ja. Want wat vind jij de meest bijzondere foto die erbij zit? Ik denk de foto dat Erik, deze... hij brengt ook heel vaak de boodschappen binnen. En de mensen die zetten hun deur al open, want die weten exact op wat voor tijdstip hij komt. Ja. Je ziet een mooi doorkijkje van het interieur. Dat vind ik leuk. En het lijkt wel of het daar alles zegt of zo. Ja, een beetje een kijkje thuis bij iemand echt. Ja. Ja, het is ook een beetje geheimzinnig, zo door zo'n kier van zo'n deur, vind ik. Ja. Ja. Hoe vind jij het geworden eigenlijk? Heel leuk en wel heel apart. Ik had, ze heeft heel veel foto's genomen, ik weet niet eens hoeveel. Maar heel veel. Dus dan zie je er op een gegeven moment 10. En dan denk ik, en er zit er ook één bij met die arm. Ja, dat zou ik zelf nooit opkomen om zoiets te fotograferen. En dan sta je ook nooit bij stil dat je dat zoiets meemaakt. Mooi. En deze die met die hond, vind ik ook ontzettend leuk. Dat die voor de deur staan. Ja, grappig, je ziet het ook ineens door een hele andere bril klopt, natuurlijk. Dat een stukje worst denk ik ook. Nee, dat niet. Ze komen wel altijd mee, wat ga je doen? Nou, we gaan het afwachten, want aankomende zaterdag weten we of jullie gevonden hebben. Hè? Dan is de uitreiking in Hilversum. Ja. Spannend. Ja.